Stichting De Echte Vrijheid, die zich inzet om jongeren met ambitie en richting te ondersteunen, kiest de Koenderschool als partner voor een nieuwe training Ambitie en Toekomst. De keus voor de Koenderschool is omdat de laatste groep vierde klassers dit jaar het oude systeem afronden. Deze keus komt voort uit het belang dat de stichting hecht aan het begeleiden van jongeren bij hun volgende stappen, vooral in de richting handel en administratie. Door middel van de training wil de stichting hen niet alleen bewust maken van toekomstmogelijkheden, maar ook praktische handvatten aanbieden. De training combineert theorie en praktijk met input van ervaringsdeskundigen die hun kennis delen. De focus ligt op het ontwikkelen van zelfinzicht en het stellen van haalbare doelen. Tijdens de eerste sessie zijn jongeren uitgedaagd na te denken over hun ambities en dromen. Zij kregen tevens begeleiding in het omzetten van deze ambities naar concrete doelen die hen motiveren en richting geven. De stichting hoopt dat dit hen helpt bij het maken van weloverwogen keuzes in hun studie- en beroepsopleiding. Ook werd stilgestaan bij het belang van doorzettingsvermogen en zelfdiscipline om doelen te bereiken. Op deze manier tracht de stichting bij te dragen aan een toekomst waarin jongeren bewuste keuzes maken.